De KNVB staat natuurlijk voor V, die staat voor voetbal. En ik denk dat we dat weer volledig op één moeten gaan zetten. Dat is één. Dat is mijn ambitie. Alles wat voetbal ademt, daar wil ik graag mede verantwoordelijk voor zijn. Twee, ik denk dat het heel duidelijk is dat wij een inhaalslag moeten maken. We willen weer betere spelers hebben. We willen betere trainers hebben. En ik denk ook dat we moeten zorgen dat er omstandigheden zijn dat we dat met elkaar kunnen gaan doen. En met nadruk op samen, want er ligt een plan Winnaars voor Morgen. Dat is door alle professionals vanuit de voetballerij is dat tot stand gekomen. En daar staat ook de V voor mij van verenigd. En dat betekent dat we het samen moeten gaan doen om met elkaar weer op een hoger niveau te komen in Nederland. Toen ik met Bert van Oostveen om tafel zat, was dat mijn eerste vraag. Van Bert, ik heb gelezen dat jullie geen technisch directeur nodig hebben. Toen zei hij, ja, dat heb ik ook altijd gedacht, totdat dit plan er was. En nu blijkt dat de tijden wel veranderd zijn. En dit wordt een halve job. Dit wordt gewoon een hele uitdagende taak om te zorgen dat hier een centrum ontstaat in Zeist. Dat ongelooflijk service kan leveren aan de clubs. En daar hebben we de input van de clubs bij nodig. Daar hebben we een heleboel andere mensen bij nodig. In feite betere spelers, betere omstandigheden. En dat gaan we ook, betere trainers. En dat gaan we doen met een boel experts die we vervolgens gaan vragen om daarin mee te denken. Jeugdopleidingen en jeugdelftallen, vooral de vertegenwoordiger tot en met Oranje, die vallen onder mijn verantwoordelijkheid. Dus dat betekent dat ik moet zorgen dat Danny met zijn staf gewoon goed gaat presteren. Want dat is uiteindelijk het vlaggenschip waar we allemaal trots op moeten zijn. Ja, en hoe ga je dat doen? Nou, ik ga natuurlijk allereerst met Danny om de tafel zitten en met Marco en met Dick om te horen hoe ze op dit moment tegen de zaken aankijken. En passend bij het plan dat we willen. Dat er een elftal staat waar we graag naar kijken en dat we het gevoel hebben dat ze de kosten van alles willen winnen. Het plan Winnaars van Morgen is niet zomaar tot stand gekomen. We zijn over de grenzen gaan kijken. Jelle Goes met zijn mensen hebben zoveel interviews gedaan. En dan zie je gewoon dat we blijkbaar fysiek en mentaal toch een behoorlijk stuk achterlopen. Nou, en met name die twee elementen vind ik dat wij als KNVB samen met de clubs moeten kijken hoe wij spelers kunnen laten groeien. En ik zie het zo dat je clubs als het ware moet faciliteren. Ik zie de KNVB ook als een serviceorganisatie op basis van voetbal. Dat alles wat zij nodig hebben moeten ze op een of andere manier hier kunnen halen. Wij moeten zorgen dat hier allerlei dingen onderzocht worden. Dat we samen gaan werken met wetenschappers. Om te kijken in hoeverre kunnen we fysiek sterker worden. Hoe krijgen we een winning mindset? Want dat is ook van die elementen die in dat document staan. Nou, en daar vind ik, daar moeten clubs ook bij de KNVB kunnen komen om hen daarbij te helpen. Kijken hoe die hier tegenover staat, Hans van Breukelen. Ja, wij pakken hem weer. Ja, hij kende hem dus inderdaad. Als ik terugdenk aan jou als keeper, dan zie ik eigenlijk iemand die in de goede manier gek was. Die bijna letterlijk het gras opat en de bal door midden beet. Is dat iets wat je wel weer een beetje wil terugbrengen hier? Ik was gek van keeper. Dat klopt. En dat kwam ook bij een boel mensen inderdaad gek over. Maar ik ben wel iemand die heel graag mijn doelen haalt. En daar ben ik ook bereid voor om daar veel mee te doen. Maar ook realiserend dat ik daar andere mensen bij nodig heb. Want de klassieke vraag is altijd in zo'n gesprek, wanneer is nou jouw aanwezigheid hier geslaagd? Ja, ik denk toch dat het een kwestie is van de wat langere adem. Uiteindelijk, dat plan ligt er net. Er zijn 32 actiepunten zijn er geformuleerd. Nou, dat betekent dat we met een team die actiepunten moeten gaan invullen om uiteindelijk die verbetering als spelers, als opleiding voor trainers. En dat geldt ook overigens voor 41.000 jeugdtrainers hoor, bij de amateurs. Die we graag meer handvatten willen geven om nog beter te kunnen trainen met jeugd. Als we die 32 speerpunten kunnen gaan realiseren, stapje voor stapje nogmaals samen met de clubs, alsjeblieft, laat dat duidelijk zijn. En we zien dat we weer wat aansluiting gaan krijgen bij het Europees voetbal. En dat we ons als Nederlands elftal gewoon weer bij eindronde kunnen melden, dan denk ik dat het geslaagd is.